Op de Reijerskop bij Harmelen heeft dinsdagmiddag een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist verloor in het slechte weer de macht over het stuur. Het voertuig draaide 180 graden en kwam in tegenovergestelde rijrichting tegen een boom tot stilstand. Brandweer de Meern heeft het slachtoffer uit het voertuig bevrijd. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Heb je informatie of nieuws voor de redactie? Mail dan naar redactie@woerden.tv.